Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Chanelle Rellum. Zij is van JCI Sima. Op 5 en 6 november aanstaande wordt er een trainingsbootcamp, zoals ze dat zelf zegt, 3.0 gehouden. 5 en 6 november zijn de data. Dat is dus in een weekend, zaterdag en zondag. En er zijn virtuele en ook fysieke sessies in het Blindencentrum. Wat deze bootcamp inhoudt, voor wie het is en wat ze allemaal gaan doen, dat horen wij vandaag van Chanelle. What we need is a little Q-Time. Hi Chanelle, welkom in Q-Time. Vertel ons alvast wat meer over jezelf en de JCI Sima. Hi, nogmaals, goedemiddag. Mijn naam is Chanelle Rellum en ik ben 25. Voor het jaar 2020 ben ik dan de director voor het trainingsprogramma. GCI Sima is een van de afdelingen of zoals wij het kennen, chapters binnen GCI Suriname. En we zijn dan gefocust op helpen ontwikkelen van jonge professionals. Mm-hmm. Oké. Okay. De GCI is een organisatie die zich bezighoudt met eigenlijk het ondersteunen of het trainen van jongeren, zodat ze op professioneel vlak zich beter kunnen uiten en aan een heleboel skills kunnen werken, hè, die met hun professioneel leven te maken hebben. Ja, toch? Ja, klopt. Maar niet alleen hun professioneel leven, maar ook gewoon in personal life en als entrepreneurs in the making. Ja, om dat te ondersteunen. Oké, okay, ja, jullie gaan dus nu een trainingsbootcamp geven, 3.0. Jawel. Oké, okay, dus het is niet de eerste keer dat trainingsbootcamp wordt gegeven, dus duidelijk. Ja, klopt. Daarom is het 3.0, omdat het dan drie jaar achter elkaar is, vanaf het 3.0 is. Ja, oké. Okay. Wat houdt deze trainingsbootcamp in? We hebben... Ja, om zo te beginnen, we hebben eerst een survey uitgestuurd om te vragen welke trainingen de mensen verlangen. En de trainingen waren verschillende. Mensen hebben gekozen voor project management, procedure van het solliciteren, spreek- en communicatievaardigheden. Dus we hebben toen besloten om die trainingen bij elkaar te brengen tot een bootcamp. Omdat we dat al voor de derde keer hadden opgenomen in onze proposal. We hebben wel de procedures van sollicitatiegesprek hebben we wel al gehost. Dus toen resten er maar twee sessies over. Twee trainingen. Met name dan spreek- en communicatievaardigheden en project management. En om het tot een bootcamp te maken, hebben we nog één extra training erbij gedaan. Dat is dan de route to succes. En ik heb begrepen van je dat jullie op 5 en 6 november deze activiteit zullen uitvoeren. En een deel digitaal en een deel fysiek. Maar waarom kiezen jullie ervoor om het te splitsen? Want eigenlijk, we zijn al uit coronatijd, we mogen weer fysiek bij elkaar komen. Mensen hebben erkend dat fysiek met elkaar bezig zijn altijd wat prettiger is. En toch kiezen jullie ervoor om een deel van deze sessies digitaal te doen. Het is de bedoeling dat we mensen vroeg 's morgens uit hun huis halen. 10 uur is niet zo vroeg, maar tussen 10 en 12 kan je nog comfortabel thuis zitten. Mm-hmm. En op een later tijdstip dan komen we bij elkaar voor het fysieke. Want je gaat niet 2 keer uit huis gaan. 'S morgens en dan in de middag weer. Dus vandaar dat we het hebben gesplitst tussen virtuele sessies en fysieke sessies. Oké. Okay. En welke sessie is virtueel? De virtuele sessies van zaterdag is dat de spreek- en communicatieve vaardigheden. En van zondag hebben we dan project management deel 1. Oké, okay, en product management deel 2 is aan zondagmiddag? Klopt. Fysiek? Yes. En dan is de road to succes zaterdagmiddag fysiek? Yes, klopt helemaal. En wat houdt de road to succes in? Want bij spreek- en communicatievaardigheden begreep ik het wel een beetje. Maar de road to succes, er komen zoveel dingen bij kijken als je het praat over het hebben van succes of succesvol zijn.
Dat is een speciale training van meneer Dirk Curry. Dus ik wil het nog geen prijs geven. Laat hij zijn ding gewoon zelf doen. Oké, is goed. Eigenlijk is het dus een beetje, hebben jullie dus een gastspreker die een fysiek met jullie bezig zal zijn? Basically wel. Ja, wel interessant. Is deze bootcamp alleen voor JCI-leden? Nee, we hebben hem opengegooid voor ieder vanaf 18 jaar. Maar is dat gebruikelijk dat jullie als JCI ook andere eigenlijk mensen, individuen, organisaties erbij betrekken om jullie sessies bij te wonen? Ja, maar dat is eigenlijk ook de bedoeling. We hebben sessies voor de gemeenschap. En dan ook voor aparte sessies voor GCI zelf. Ja, de leden. Maar dit is dan een van, ja, voor de leden. Mm-hmm. Maar dit is dan een van de sessies, of je kan zeggen, de bootcamp is eigenlijk standaard voor ieder. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Ja, het is wel interessant, hè? Want zeker jong ondernemerschap is enorm aan het groeien de laatste jaren. Ik denk dat corona daar ook een beetje extra vaart achter heeft gezet. Dus het is wel nodig dat jonge mensen dit meekrijgen. De leeftijd is 18 plus, dus vanaf 18 jaar en ouder zou je mogen meedoen. Is er een registratie? Ja, we hebben onze registratie vooral op onze Facebookpagina bekendgemaakt. Er is een flyer, een registratielink en daar kan je dus ook vinden wat de fee is. En de tijden waarop we virtueel of fysiek bezig zullen zijn. En ook om welke trainingen het precies gaat. Ja, oké. Okay. En zijn er kosten verbonden aan de mensen die meedoen? Yes. De fee van ons is 300 SRD, maar dat is dan voor beide dagen. Beide dagen, 4 sessies, snacks en drank. Oké, okay, en de snacks en drankjes natuurlijk, wanneer je fysiek aanwezig bent, dan komen de snacks en de drankjes erbij. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Jullie hebben een enquête gedaan, want dat vind ik wel interessant, om eigenlijk onder jullie leden te polsen wat voor onderwerpen van belang zijn. Dit zijn de 3 die eruit gekomen zijn eigenlijk, hè? Dus product management en de spreek- en communicatievaardigheden. Kan je ons ook even vertellen wat de andere onderwerpen zijn die van belang waren? Ik ben best nieuwsgierig over waar er naar gevraagd wordt. Ja, sure. Een van ze was ook een procedure voor sollicitatiegesprek. Er was Canva, was het opmaken van flyers. Er was ook time management. En er was ook debatteren, maar dat hebben we ook al gehoord. Ja, dus op een ander moment hebben jullie daarover gesproken. Oké. Okay. Ja, ja. Maar het is wel grappig om te zien dat er inderdaad wel echt behoefte is aan bepaalde ondernemerskills. Als je zo luistert naar de onderwerpen die er gevraagd worden. Maar ook sollicitatie natuurlijk. Want als je ondernemer bent, dan zit je aan de andere kant van de tafel. Ga je niet zelf solliciteren, dan kijk je juist uit naar sollicitanten. Maar ik vind het wel mooi om inderdaad die ontwikkeling te zien. Jullie activiteiten die zijn in het Blindencentrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat. En de registratie nogmaals is open via jullie Facebookpage. Yes. Ja, voor iedereen, laat het duidelijk zijn. Ja, 18 plus. Ja, oké, is goed. Chanelle, hartelijk bedankt voor de informatie. Heel erg veel succes met de organisatie ervan. En ik zou zeggen, jullie hebben nog een aantal dagen. Hoeveel mensen kunnen jullie accommoderen? Hebben jullie nog genoeg plaats? Ik heb daar net nog even gekeken en we hadden al 18 geregistreerden. Ja. En overgrootste deel heeft ook al betaald. Okay. En we willen eigenlijk 25 max. Oh nee, dat gaat wel lukken in de komende 2 weken. Ja, zeker wel. Ja. Heel veel succes ermee, de trainingsbootcamp van JCI Sima. En dan kijken we uit naar trainingsbootcamp 4.0 volgend jaar. Zeker. Oké, okay. Is goed. Hartelijk bedankt en succes ermee. Is thank goed. You. Fijne dag. Ja, bye. What me is a little cute time. Dat was Chanelle Renfrum van de JCI Sima. Zij hebben op 5 en 6 november in het Blindencentrum een trainingsbootcamp 3.0 met als onderwerpen spreek- en communicatievaardigheden, product management en er is ook een gastspreker. De Road to Success wordt verzorgd door de heer Dirk Curry. 300 SRD zijn de kosten voor deelname voor deze 2 dagen. Zowel digitaal als fysiek
wordt de trainingsbootcamp uitgevoerd. En iedereen 18 plus die geïnteresseerd is, die mag zich opgeven voor deze activiteit. Check de Facebookpage van JCI SEMA voor meer informatie en ook de mogelijkheid tot registreren. Dankjewel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.